Na de sfeerverhogende actie van de hortensia's zien we nu in de Kop van Zuid allemaal lampenkappen hangen. Hoe is deze actie tot stand gekomen? We hebben een gezamenlijke winkeliersvereniging en daar gaan we regelmatig bij elkaar zitten om wat ideeën te sparren. En zo is dit uiteindelijk ontstaan. We hebben ooit ook al eens een keer allemaal parapluën opgehangen. Dat was een paar jaar terug en nu hadden we bedacht om wat anders te gaan doen. En zo zijn we uiteindelijk bij lampenkappen terechtgekomen. Wat vindt u van de sfeeractie van de winkeliersvereniging Grote Straat Zuid om lampenkappen op te hangen? Ik vind het wel een leuke actie. Ik heb het niet eerder gezien. Het is heel sfeervol, heel huiselijk. Ja, zeker. U komt van buiten Almelo. Ja. Ziet u dit vaker? Nee, ik heb het nog niet eerder gezien. Daarom, ik vind het wel leuk, ja. Bent u het al eens vaker tegengekomen? Nee, ik heb het nog niet eerder gezien. Nee, zeker niet. Geen gebrek aan ideeën op de Kop van Zuid? Nou, soms is het best lastig om wat te bedenken, inderdaad. Maar er staan best nog wat dingen in het verschiet. Ja. Hoe reageren de mensen op deze actie? Positief. Wordt inderdaad leuk op gereageerd. En mensen inderdaad allemaal naar boven staan te kijken van, hé, wat is dat? Zeker toen we het gingen ophangen van, waar is dat voor? Maar het is inderdaad gewoon puur bedoeld om de straat wat op te fleuren. Dan zien de lampenkappen er nieuw uit, klopt dat? Het zijn inderdaad allemaal nieuwe lampenkappen, inderdaad. Ja. Hoe bent u bij deze lampenkappen gekomen? Ik heb een aantal leveranciers van ons opgebeld. En daar hebben we een grote partij lampenkappen opgekocht. Nou is de R in de maand en we gaan zo heel langzamerhand richting de feestdagen. Liggen of zitten er nog sfeeracties in het verschiet? We zijn nog steeds inderdaad weer acties aan het bedenken, maar daar gaan we verder ook nog niks over loslaten. U houdt de spanning er nog even in? Ja, inderdaad.